bikepacking hot is, kun je ook wel hierachter zien bij ItWorks. We zien het bikepacking thema eigenlijk helemaal over de bike motion terugkomen. Ja. En daarom hebben we er ook een mooi item aan besteed. Onze meest opvallende, interessante en mooiste producten omtrent bikepacking. Ja. We staan hier bij de Rocket X van Ghost. Het is een bijzondere fiets, want deze fiets is helemaal ontworpen rondom het bikepacking thema. Het frame is aangepast op de tassen van Ghost zelf, die uit de Pingwing fabriek komen. Het mooie aan deze X-versie is de pinionnaaf die ze hierin hebben. Natuurlijk echt een knap staaltje werk. En ook gigantisch mooi onderhoudsvrij. De fiets heeft hele mooie 27 inch plus banden. Gaan we naar de voorkant, dan zien we hier de dynamo-naaf in zitten. Gekoppeld met de plug. Dat is een USB-voedingspoort. Natuurlijk hartstikke mooi voor al je elektronische behoeften. Hele mooie complete fiets. Hij is er ook in. Ik krijg het ding er niet meer op. Hij is er ook in een fully variant. Dat is de Hammer. Hij is er in een aantal versies. Waaronder een zeer betaalbare instapvariant die €1.499 kost. De Rocket X van Ghost. Wil je echt beginnen met bikepacken, dan zou je echt eens moeten denken aan het merk Acepack. Dat is een Tsjechische firma die een fantastisch mooie collectie tassen maakt. In diverse kleuren en voor een zeer, zeer betaalbare kwaliteit. Het mooie is dat ze een uitgebreide collectie hebben met stuurtassen, kleine tassen op de bovenbuis, frametassen. En nou ja, zelfs voor een lefty zou ik maar zeggen een speciale tas waar je je kookgrijen in kunt doen. En het mooie van deze tassen is dat ze in feite dubbel zijn. Dus je hebt een Cordura materiaal buiten de hoes. En er is een losse binnenhoes die is absoluut 100% waterdicht. Dus je hebt We staan hier bij wel een hele mooie bikepacking fiets. De Pilot met pinion aandrijving. En niet alleen die hele mooie pinion. We zagen natuurlijk al de Ghost met pinion aandrijving, maar dit is natuurlijk wel super deluxe. Titanium frame, prachtig mooie belt drive. Ja, CNC freeswerk waar je u tegen zegt. Lasnaden, zo mooi. Dit is gewoon pure bike porno natuurlijk. Voorkant, lauwvork, 27 inch plus, rocket rons. Afgemonteerd met Fourier zijn eigen huismerk, zadelpen, stuurpen, stuur. En als kerst op de taart een hele mooie houder voor je Garmin en je GoPro. Fiets is uitgerust hier met de tassen van Revelate Design. Mooie bikepacking tassen, geweldig afgewerkt ook, waterdichte ritsen. Al met al een beauty op het gebied van bikepacking. De Pilot. We zijn hier op de stand van Santos. Santos is natuurlijk een merk wat bekend is van bikepacking en bike traveling. Dit is de Santos Travelmaster 3 Plus. Een fiets die echt helemaal gericht is op langdurig in onherbergzaam gebied blijven. Roll-off aandrijving, snaaraandrijving, absoluut onderhoudsvrij. Zelfs de kleur is gecamoufleerd voor in de wildernis. De Santos Travelmaster 3 Plus. We staan hier bij de Salsa. Mukluk. Een echte serieuze fatbike. 5 inch Dillinger wielen. Natuurlijk ook hartstikke mooi om straks in de sneeuw te fietsen. Starre vork, Shirley velgen erop. Afgemonteerd met SRAM NX, 1x11. En Avid kabelremmen, dus geen hydraulische remmen, dus lekker weinig onderhoud. De tassen die erop zitten, dat zijn echt super mooie tassen. Ortlieb, de standaard in waterproof tassen. Als je zeker wil weten dat je spullen droger blijven, dan moet je voor die Ortlieb tassen kiezen. Dure tas samen met de accessory pack die je hier ziet. Lekker handig als je even snel je eten wil pakken. En kijken we hier naar de achterkant. Dan heeft Ortlieb ook wel een hele mooie achtertas. Want deze is expandable. Dus je kan de flap hierachter kan je uitbreiden. Dus even kijken of we dat zo voor elkaar kunnen krijgen. Hier zo met één hand. En je ziet dat je die echt goed vol kan proppen. Dus ook als je een keertje wat extra bij je wil hebben, dan kan je dat makkelijk hierin kwijt. Ik geloof zelfs dat die 16,5 liter kan worden en de kleinste volume is 8 liter. Salsa, mukluk. Het
merk Topi kennen de meeste mensen waarschijnlijk van hun tooltjes en dergelijke, maar ze maken ook een hele prachtige tassencollectie. En zeker op het gebied van bikepacking is daar een prachtige collectie bijgekomen de laatste tijd. Met een mooie stuurtas, de frontloader, waar je heel veel spullen in kwijt kunt. Dingen die je direct nodig hebt, doe je in de toploader, een verbinding die je bovenop het bovenbuis en op de balhoofd vastmaakt. De midloader, een brede, maar vooral smalle tas, zodat je benen er niet tegenaan slaan tijdens het fietsen. En de grote hoeveelheid spullen neem je natuurlijk mee in een backloader die je aan de zadelpen bevestigt. De Topeak tassencollectie voor de bikepacker.